Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie meenemen door mijn boodschappen van deze week. Het is natuurlijk nog wel zomervakantie, maar deze week hebben wij geen kinderen en wel heel veel werk. Dus we hebben makkelijke recepten die snel klaar zijn, die mijn partner eventueel kan klaarmaken voordat ik thuis ben. En al kan opeten dat ik het alleen maar hoef op te warmen ofzo, of dat we het nog even snel samen kunnen opeten. Zo'n soort hectische week gaat het worden. We hebben geen kinderen. Dus het is minder snacks, minder fruit, dat soort dingetjes. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Het was €125,31. Het is best wel veel, gezien we met z'n tweeën zijn. Maar dat komt omdat ik een leuke aanbieding had gezien, waardoor de verzendkosten gratis waren. En aangezien ik het nu op een zaterdag moest bestellen, waren de verzendkosten van bijna €8. Dus dat vond ik wel de moeite waard als je daar dan producten voor terugkrijgt. En er was nog een leuke aanbieding voor schoonmaak en wasmiddel en zo, die ik ook wel een klein beetje moest aanvullen. Maar dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving in wat we ongeveer per dag gaan eten. Plus eventueel meal preps, heb ik deze week niet. Maar als je ze in andere video's ziet, dan kan je ze onder in de beschrijving vinden. Zoals alles wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En niet vergeten te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals je ziet is het avondeetgedeelte ook een klein beetje karig. En de rest is het wat meer, maar dat is dus omdat we maar met z'n tweeën zijn. Wat ik niet heb gezegd is dat we waarschijnlijk volgende week alweer boodschappen moeten bestellen, iets eerder. Omdat ik op zondag naar de rente ga. Dus waarschijnlijk wil ik dan weer op zaterdag boodschappen bestellen. Zodat ik dan zeker weet dat ik eten mee kan nemen naar Drenthe, want het is gewoon een huis. Dus we moeten eten meenemen. Maar deze week eten we een keertje soep. En ik dacht ik ga gewoon zo'n soeppakket doen. Soep met brood. En dit is de tomka. Kei, soep. Het enige wat ik ben vergeten is, ik heb niet gekeken wat je zelf moet toevoegen. Dus er moeten ook kippendijblokjes bij en champignons. Dus die moet ik straks nog even gaan halen. Dus dat hoort er dan helaas niet bij. En dan gewoon inderdaad een boterhammetje erbij ofzo. Je kan er ook gamba's bij doen. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat klinkt goed. We eten ook een keertje broodjes shawarma. Maar ik had eigenlijk niet weer zin in shawarma. Dus we gaan kip kebab er eens een keer bij proberen. Dit is gewoon een diepvrieszak. Lekker en anders. Nou, wie weet. Dan heb ik natuurlijk een klein beetje sla bij. Ik heb nog paprika's liggen. Komkommer heb ik gekocht. Knoflooksausje heb ik nog staan. We eten een keertje echt super simpel tortellini's met vlees. En een bolognese sausje erbij. Het is echt super simpel. Maar we zijn ook maar met z'n tweeën. Dit heb je in 10 minuten op tafel staan. Het is niet helemaal hashtag healthy living. Maar you gotta do what you gotta do. En we eten een keertje tortilla pulled chicken met mango salsa. Daar heb ik dan wel weer bij gekeken. Dan hebben we ook kippendij, filet voor nodig. Chili saus heb ik staan en dan wraps. Ik heb niet de volkoren wraps, want persoonlijk vind ik die niet te nassen. Ik weet niet wat ik daaraan proef, maar ik vind ze niet lekker. Dus we hebben de gewone wraps. Dan heb ik sojamelk voor mijn shakejes die ik iedere ochtend drink en meeneem naar mijn werk. Dat is hartstikke fijn. Komkommertjes voor bij de kip of gewoon als snack, want ik heb ook nog hummus staan. Dus dat is lekker. Mijn bakboter was op, dus ik heb gelijk eentje voor nu en eentje voor op voorraad. Een grote ijsbergslakrop. Omdat ik merk dat die is altijd gewoon de 2-3 dagen niet meer lekker. Dus dan kan ik hier zo nog een paar dingetjes doen voor mijn salades of noem maar op. Ik ben wel hard aan het slaan, maar goed. Deze babybelletjes. Ik was zomaar benieuwd of ik dat lekker vind om mee te nemen naar mijn werk. Plus dat ik weet dat die kinderen dat wel heel lekker vinden. En dit blijft altijd wel eventjes goed. Dus ik dacht, dan hebben we dat ze ook alvast voor volgende week. Mocht ik ze niet lekker vinden, dan hebben ze snackjes voor onderweg. Een heleboel fruit. Ik heb trouwens nog wortels. Die kan je ook bij de hummus doen of gewoon als tussendoortje. Ik heb 3 kiwis. Dat was volgens mij met de... Nee, dat was niet met de aardappel. Voor mij was het met de druiven. Volgens mij zijn 2 bakjes druiven en dan kon je iets kiezen uit iets anders. En daar heb ik kiwis voor gedaan. Wel een bakje aardbeien nog en 3 bakjes frambozen weer. Oh, en nog bananen. Ik heb ook weer van die karamelpuddings. Vind ik super lekker. Lekker hoog in proteïnes. Dus daar zit ik altijd goed vol van. Water voor na mijn werk. Ik heb Crystal Clear en Cola Light zonder cafeïne weer. En dit is het pakket waardoor ik geen verzendkosten hoefde te betalen. Dr. Oetker was in de aanbieding. En wat ik dan heel erg lastig vond was, het was of pizza of bakspul. En dat is natuurlijk allemaal niet per se het gezondst. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb naturel muffins gedaan. Ik denk dat vinden kinderen altijd leuk om mee te bakken. Plus dat als je daar
graswortel of nou ja, je kan er van allerlei healthy receptjes van vinden waarbij je dit dan als basis kan gebruiken. Dus dat gaan we dan maar doen. Het blijft natuurlijk ook gewoon eeuwig goed hier tot november volgend jaar. Dus dat is prima. Deze vond ik ook heel erg leuk. American pancakes. Dus dan kan je pannenkoeken bakken. Ik dacht, dat is misschien wel handig. Again, ook tot eind november volgend jaar goed. Maar ik dacht van wat ik kan doen. Ik wil dat in het begin van het schooljaar ben ik altijd extra met ontbijtjes en zo. Ik dacht, er zijn de eerste paar dagen bij een vader. Dus heb ik tijd om een aantal van die pannenkoekjes te maken. En die gewoon in van die zakjes in te vriezen. En dan hoef je het 's ochtends alleen maar even op te piepen. En dan hebben ze een pannenkoekje voor het ontbijt. Of voorbij een snackje, weet ik veel wat. Gewoon zo'n klein dingetje. Helemaal leuk met wat vers fruit. En ik zag deze ook. Die zijn nieuw. En ik dacht, dat ziet er niet hashtag healthy uit. Maar wel leuker. Dus dat is misschien ook wel leuk om dat met die kinderen te maken. En ik heb een banaan, dat ik al gezegd heb. En toen had ik ook nog deze. Ik weet niet waarom die precies erin zat. Of dat hier gratis was of niet. Maar bananenmeel pakken zonder tarwe. I don't know why you want that. Maar het is misschien voor mensen die glutenintolerant zijn. Wat voor meel is het dan? Het is van bananenmeel. Ik kan niet zien of het gelijk glutenvrij is. Maar bak bananenmeel. Het lijkt me wel. En nieuws. Die heb ik ook bij. Er was ook een aanbieding met allemaal café-producten. En toen dacht ik, hé, ze hebben er ook gewoon pindasaus van. Dat is makkelijk. Want vaak als we pindasaus doen, dan willen we maar een heel klein beetje. En is een hele emmer niks. En hier kan je gewoon een heel klein beetje met water. Of met water of met melk. Ook kan allebei. Kan je het doen en dan eventjes laten koken. En dan heb je zomaar een kleine portie pindasaus. Dus dat gaan we dan proberen. Er was ook een aanbieding met de Witte Reus / Robijn. Dus dat gaan we dan ook eventjes proberen. Nee, niet proberen. Dit heb ik gewoon weer nodig. Want deze waren op de... hoe noem je die dingen ook weer? WC-eend dingen. Dus heb ik er gelijk. Het was 2 plus 2 gratis. Dus ik heb er gelijk 4 daarvan besteld. Zodat we er voor boven de wc en voor beneden de wc genoeg hebben. En dan heb ik ook Witte Reus keuken. En 2 voor in de badkamer. Want de badkamer was sowieso op. En de keuken, ja, dat is altijd handig. En Vanish Oxy Action en 2x wasverzachter. Dus ik kan wel mijn fruit. Ik had ook nog vers houtzakjes. Want dat vind ik altijd handig. Als je wat wil bewaren in de vriezer. Of gewoon überhaupt iets wil meenemen. En die waren helemaal op. En deze kreeg ik er gratis bij. Ik kreeg een Keep It Cool Lipton Iced Tea. Van die Cold Infuse. Probeerverpakking. Maar er zit ook gelijk zo'n... Oh ja, en dan moet je dan hierin doen met koud water en dan schudden. Nou, kunnen we proberen. En we kregen er 5 leuke papieren rietjes bij. Super grappig. Dat kunnen we dan ook proberen. Maar er staat bij dat je... Oh, en weer 1 van die. Daar hebben we echt wel zoveel van en ik gebruik ze eigenlijk nooit. Nou ja. Dus het was hem al met al toch alweer heel erg veel. Dat was het voor deze boodschappen shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk ook even onder in de beschrijving neer als je wil zien wat we ongeveer per dag gaan eten. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei doei!